Leefbaar raadslid Dries Mos vraagt opnieuw aandacht voor gesjoemel met huurwoningen aan de Kralingseweg in Rotterdam. 7 jaar geleden trok hij ook al aan de bel, omdat hier mensen wonen voor opvallend lage huurprijzen. Het is krankzinnig dat het in 7 jaar nog niet opgelost is. Met al die beloftes van we gaan het zo doen. Nou, het enige wat ze gaan doen, ja, niets. Het gaat om grond die de gemeente destijds onteigende, omdat in de achterliggende weilanden nieuwe huizen zouden worden gebouwd. De oude woningen staan er nu nog steeds. En ze staan ook flink te verpauperen. Erger als dit kun je niet vinden. Zo vind je ze in Delfshaven en zo vind je ze in Rotterdam-Zuid nog niet eens, in Charloes. Dit is gewoon beschamend voor een gemeente als Rotterdam. Ja. En mensen wonen hier dus voor een prikkie? Sommigen voor niks en sommigen voor een prikkie, ja. Ook buren balen van de situatie. Het voelt een beetje oneerlijk eigenlijk, want je doet zo je best. Hè? Je gaat zo'n mooi huis, je gaat bouwen, je gaat zo'n mooi huis wonen. En dan verwacht je ook van je omgeving in ieder geval hè, een beetje verzorgde tuin of dat je hem aanspreekt, hè? Dat je weet wie naast je woont. De Rekenkamer kwam in 2010 al met een kritisch rapport over de verhuur van gemeentewoningen aan de Kralingseweg. Maar ja, je ziet het heel vaak, het wordt gelezen. En er wordt nog geen propje voor gemaakt, maar het wordt aan de onderste laag geduwd. En je zegt, ja, het zal wel. Niks mee gedaan? Nee, het is die beroemde plassen. En dat blijft zoals het was. En dat... Er zijn wel huizen, moeten eerlijk zijn. Er zijn ook wel. De vlak achteraan zijn de gronden verkocht. En toen was het nog wel een beetje regen. En het is nu weer gewoon verzwanst. Het is niemand die wakker wordt. Dus je moet ze toch af en toe weer eens wakker schudden. En ik hoop dat we dat nu weer kunnen gaan doen.